Ciao ragazzi, zaterdag beginnen we eraan, de Giro d'Italia, of het grote duel tussen Remco en Primos. Van la Grande Partenza tot het Forum Romanum, meer dan 3400 kilometer, moeten onze gladiatoren afleggen. We kijken al vooruit naar Roze Remco en drie weken koersgenot in de Laars. En dat doen we zoals elke week, met Dirk. Dag Max. En Jappe is ook terug. Ja, Max. Welkom bij Valsplat. De gast van vandaag heeft iets met bollen, want hij heeft elf bergtraien in zijn kast hangen. Je kan hem niet opsluiten in een peloton, want al zijn World Tour overwinningen die kwamen na lange ontsnappingen. En hij doet niets liever dan drie weken tussen zijn kader hangen, want hij won al een rit in alle grote rondes. Zijn schoonste prijzen zijn waarschijnlijk zijn kinderen, Timo en Amber. Maar zijn schoonste overwinning is voor ons toch nog altijd die tussen de sneeuwmuren van de Stelvio in 2012. We weten dat zijn benen. Al geschoren waren in de lagere school en dat hij even fanatiek games als fietst. Zijn sterbeeld staat ook op zijn kuit. En vandaag overloopt hij met ons La Giro d'Italia. Een welgemeende welkom aan de schorpioen van Semmerzaken. Dag, Thomas de Gent. Goedendag. Hoe is het ermee? Goed, eigenlijk heel goed. Net Romandie gereden en het gevoel is goed, dus ja. ik ben blij. Ja, het lijkt alsof je recht van Romandia naar gereden bent. bent. De eerste in koers te nu. Ja, ik, uh, ik heb het uh, onaangename aan het nutteloze gekoppeld. En ik ben met de fiets naar hier gekomen. Ja, wat zijn wij dan, onaangenaam of nutteloos? Ik moest dit zeggen van, uh, van mijn, een van mijn uh, game buddies. Ik zei dat gisteren voor te lachen. En hij moet dat morgen zeggen. Mm, ja. Dus Jou? ermee, ik heb een weddenschap gewonnen. Wat okay. heb je gewonnen? En krijgen wij ook bier. Uh, ik weet eigenlijk niet, wat dat, we hebben daar niet afgesproken wat dat de winst was. Maar nee, ik, uh, ik moest vandaag toch fietsen en ik ja. dacht: Kan je niet eens met de fiets naar hier komen en straks naar huis? Dan uh, zit mijn werkdag er ook op. Ja, voilà. Je zegt het net zelf, hè. ik kom terug van Romandie. Uh, hoe was het om daar een weekje in Zwitserland te zitten? Uh, het was voor mij terugkomen na blessure. Ik was in uh, Parijs-Nice gevallen en mijn hand gebroken. En uh, het was de eerste koers terug, dus dat is altijd zo'n beetje bang afwachten hoe dat gaat zijn. maar... Uiteindelijk was uh, het gevoel wel, wel in orde, het weer was in orde. Dus uh, ja, het was leuk om uh, terug in het peloton te zitten en bij de ploegmaats te zijn. Is dat een koers dat je uh, graag rijdt? Want het regent daar veel, hè? Uh, wel, dat is het. Het is een ja. heel mooie koers als het mooi weer is. Ja. En als het slecht weer is, dan is dat een van de grootste scheidkoersen van het jaar. Maar het was, het was mooi weer, grotendeels. En uh, de parcoursen daar, ja, je, je doet er heel mooie bergen. En uh, dat is altijd goed georganiseerd. En het niveau is er niet super hoog, want oftewel gaan ze naar de Giro en de koersen ze een beetje afwachtend, oftewel komen ze uit de klassiekers en zijn ze allemaal mm -hmm. de nek af. Dus uh, mm -hmm. het is eigenlijk de ideale koers om er terug in te komen. Allee, het niveau is daar niet super hoog. De, ja, de, de Kian gaat dat graag horen. <laughs> ja, nee, nee, dan nu ook niet voor de, die mannen van het klassement. Die hebben er op die ene klim heel hard doorgereden. Mm -hmm. Maar er, er zit geen Pogacar, geen nee, nee. Roglic, geen Remco, dus nee. dat, dat valt al wat mee. Ik was ja. u maar aan het plagen. Dirk, jij zag daar een spook terugkomen in de ronde van ja, de -spook Ja, de corona-spook is terug. Hè. Vandaag nieuws dat uh, Geesing en Tobias Vos uh, uit de jumbo-selectie voor de Giro zijn gestapt. Omdat uh, ja, er terug corona in het peloton is. Hebben jullie er veel van gemerkt? Zijn er terug, uh... Bij ons in de ploeg zijn er ook een paar die uh, uit de klassiekers kwamen met corona. Dus uh, ja, het, is, het zit er nog en we worden erop getest als we ziek zijn, vanaf als er iemand... Iets van een verkoudheid heeft, wordt er toch getest voor de zekerheid en het is niet weg, maar je wordt er niet meer zo ziek van als twee jaar geleden. En worden de protocollen aangepast? Daarvoor niet. Ik denk als je positief test, worden gewoon uit die selecties gehouden. maar wordt rest... niet zo links en rechts dat bepaalde ploegen het terugstrenger aan het aanpakken zijn, of ik weet niet. Um, nou, maar dat is sowieso, als er iemand ziek is, wordt hij apart gelegd mm -hmm. op een kamer. Totdat er zekerheid is uh, wat, wat dat is. En iemand met buikgrip, die mag sowieso ook niet koersen en die ga je ook niet bij iemand op een kamer leggen. Dus uh, ze behandelen het nu als een gewone ziekte. Ja. Ja. Maar wordt er onder de renners over gepraat? Uh, was, was het een dingetje in het peloton? Uh, tot een paar jaar terug wel, ja. Ay, tot, een paar jaar, tot vorig jaar nog wel. Um, maar toen konden als uh, organisatie ook ploegen uit de koers wenen, omdat die twee of drie positieve testen hadden en nu, nu die maatregelen zijn weg. Dus je moet niet meer zo schrik hebben als er een paar positieve zijn in de ploeg. Ik wilde graag even um, naar één bepaalde renner gaan in die ronde van Romandie, Matteo Jorgensen. Uh, die wordt tweede in het klassement, tweede in de tijdrit. Hij was ook al vierde in de E3, negende in Vlaanderen. Ja, hoe goed is die gast? Kan je dat inschatten? Ik heb er ook in Romand tegen gekoerst en... Um die, die, die rijdt wel, hij ziet er groot uit ja. en zijn gewicht is volgens mij ook niet super laag. En toch rijdt hij op steile klimmen goed omhoog. Dus uh, het is een, uh, geen explosief type, maar zo één en dat gewoon een hele klim, een heel hoog tempo kan rijden. En uh, ik weet niet hoe dat gaat zijn tegenover renners die tien demarages hebben bergop. Dan wordt hij misschien een beetje meer gebroken maar op uh, zo van die lange klim, ja, daar heeft hij toch wel bewezen dat hij er een van de sterker is. En dan met zijn tijdrit erbij is dat wel iemand voor de volgende jaren zeker in toog te moeten houden. Ja, het is een allrounder. Jappe, jij wist al dat de, de transferrond is. Ja, ik denk dat een paar dagen geleden dat ik dat toch heb gelezen dat ze dat hij na, bij Jumbo heeft getekend. Maar je moet oppassen met verkeerde informatie de wereld in te sturen. Ja, want ja, dat <laughs> straks moet je ja. de weer weer gaan, ja, gaan uh, <laughs> verontschuldigen. Ja. Steeks ja. moeten wij ons weer verantwoorden voor uw foute informatie. Ja, ja, dan vlucht ik gewoon. Hè. Ja. Nee, nee, hij heeft getekend, denk ik bijna. Of ja, een mondeling akkoord bij uw movisme. Ik weet, ik weet niet wat dan een goede Move is voor hem. Ik denk misschien wel puur voor ontwikkeling, maar als, als in van, ja, tja, zo goed bent en op zoveel verschillende soorten parcoursen, misschien gaat hij direct in de pas moeten lopen. Maar ik denk wel dat ze daar waarschijnlijk wel een, uh, een afspraak rond zullen gemaakt hebben uh, ja, of zullen maken. Over in de pas lopen. Ik ja. um, me meteen naar u. Je maakt het breukje zelf. Want je was na valse aantijgingen aan het adres van Mathieu van der Poel en ja. Pogacar je naar Noorwegen gevlucht. Ja, ik was naar Bergen gevlucht, inderdaad. Mm -hmm. um, ik probeerde ook altijd mijn vakanties te linken aan uh, wielrennen. Dus ja, een paar jaar geleden is daar het WK-wielrennen uh, plaatsgevonden. Hè. Dat zag allemaal links zijn derde keer. Ja. Um, je bent er nu zo wat aan het rondfietsen. Dat is heel ja. mooi. Maar, Jappen. Je bent verloofd. Ja, inderdaad. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ik heb daar ergens een berg uitgekozen en uh, mijn heel mooie uitzicht. En daar ben ik dan uh, op mijn knieën gegaan. En uh, ze heeft ja gezegd. Ja, dat is jammer, en, jammer voor haar, maar. Ja, inderdaad. <laughs> maar goed voor u? Eigenlijk als cadeau, uh, want ja, ik neem altijd wel iets mee aan de podcast. Uh, heb ik ook iets voor jullie, alle drie mee? Uh, en dan moet ik jullie ook al niet meer vragen voor mijn trouw. <laughs> Dat is leuk dat je denkt dat je er zo makkelijk van afkomt. Oh, kijk eens aan. Ik zie Thomas al kijken. Je? je hebt het beste bier eruit gekozen. Ah, voilà. voilà. Ja, Sint-Bernardus. Je bent van, hè, Thomas? Uh, en zeker van de AP12. Dat, dat is de beste van, uh, van uh, Sint-Bernardus. Ja. Het is wel best fleteren, uh, Ongeveer hetzelfde als ik het zelf. Het is best en je mag dat niet zeggen. Ik, ik, ik weet dat niet. Ik. Uh, ik... Ik ben naar Sint-Bernardus geweest waar ze het brouwen en het is hetzelfde recept, maar de ene gebruikt stadswater en de andere gebruikt bronwater. Ah, ja, dus, ja, ja, inderdaad. Ja, maar uh. Sint-Bernardus heeft dus voor een heel lange tijd het bier gebrouwen voor Westvleteren En daarom dus, ja, 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 kenden ze het recept en dus ze hebben gewoon verder gedaan nadat Westvleteren het terug zelf is beginnen brouwen. Je bent eigenlijk een beetje zelfverklaarde ambassadeur van dat bier. Um, ja, hebben ze je kun... al gecontacteerd? Uh, ik, ik heb uh, een, een aantal jaar geleden wel een hele hoop bier uh, gratis gekregen, dekentje en al. En, uh, ah ja, yeah, oké. Okay. Af en toe okay. zitten onder mijn Sint-Bernardus-dekentje, Sint-Bernardus te drinken. Sint-Bernardus <laughs> en een <laughs> Ja, uh, Nee, dan, dan nu niet. Gewoon het uh, Sint-Bernardus is goed genoeg. <laughs> ik heb trouwens deze ochtend nog een briefje gestuurd naar de auteur van uw biografie, Jonas Heirik. En ik vroeg van ja, wat moeten we Thomas zeker vragen? En hij zei van: Goh, ja, die heeft zoveel goede anekdotes, maar uh, hij lost zoiets heel vaak van. Ja, en vertelde zoiets stof over sprinten voor bier. Ja, de, wat bedoelt hem daarmee? De, 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 de wedstrijd tussen uh, bijens, ah, ja. um, in, 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 in chimie, bijens. In Chime zelf is er uh, op het keerpunt is er dan een tussensprint. Dat was uh, 2014, dus de tijd dat ik uh, bij Quickstep zat. En blijkbaar was er dan een tussensprint uh, 36 liter bier, Chime bier te verdienen. Ah ja, dat okay. Oké, okay. dat is veel. Ja, en dat was, ja, ze hebben ook veel verschillende soorten. Er was een mand en een krat en dit en dat. Dus uh, ik zat in de vlucht uh, van de dag. En uh, uh, Stijn van den Berg heeft nog speciaal de sprint aangetrokken voor mij. En ik moest sprinten tegen um, Nikias Arndt. Dus die is ah, niet ja. echt nog traag. Op. En ja. uh, ik heb die op drie lengtes gezet voor die sprint. <laughs> <laughs> en ik was blij, ik mocht erna op het podium uh, mijn bier gaan ophalen. Ah ja, oké. Okay. Vroeg maatsvrouwen dat ik deelde, maar ik heb alles meegenomen naar huis. 36 liter chimè, dat is zijn meer dan 100 Chimezen. Uh, ja, het had grote flessen, kleine uh, uh. flessen. En het, was, uh, het zat één grote van drie liter uh, uh. bij. En dan uh, gaat er verschillende de de blauwe en de rode. De boodschap is simpel. Als je Thomas Gent nog een keer zwaar wilt zien schitteren. in de, de, de herfst van de carrière. dan is het gewoon voor bier. Dat is alleszins uh, een hele goede motivatie. De Amstel. De Amstel. Dat de <laughs> ja, voilà. nou, moet een bier zijn. <laughs> ja. Nee, nee, maar uh, geen, geen pis. Ik kan ook een bruggetje maken. Um, Chimay is denk ik nu het officiële Giro-bier. Ik zag hè, in mijn stamcafé, ja. um, Café de Olifant in Mechelen, dat ze die hadden juist glazen toegestuurd kregen met zo'n um, van Chimay, official Giro-bier. Cool. Ik, ik vind een rare link. Oké. Okay. Maar uh, alleszins okay. bij deze. Mm -hmm. Goed. <laughs> Oké, okay. we gaan zo meteen uh, naar Giro. Ik ah, nog ja, nog... Sorry, ik, ik kon nog... al te gaan. Nee, dat is geen probleem, ja. dat is goed. Ik wil nog heel even uh, stoppen in Spanje. Want daar is de Vuelta Feminina uh, net gestart, vandaag de derde rit. Ik vind dat precies een beetje raar, dat, dat, dat je eerst dat je de Giro voor de mannen hebt en dan de Vuelta voor de vrouwen die tegelijk van start gaat. Is dat niet een beetje een gemis? Ja, het, is, het is een koers gelijk als een andere. Ja. Uh, nee. en heel tijdens, lang, tijdens de Tour is dat ook. Hè? Tijdens de Tour is ja, dat ook. Dan heb je de Giro. En ja. Het is heel lang geweest dat de Vuelta de eerste koers op het jaar was. De eerste grote ronde tot midden jaren 80 uh, was eerst Vuelta, dan Giro, dan Tour. Dat is de reden waarom Eddie Merckx ook maar één keer, de Giro reed, uh, één keer de Vuelta gewonnen heeft, want ja. hij heeft maar één keer deelgenomen dat die toen samen lagen uh, in het voorjaar. Dus ja, het is, uh, het is goed dat er, een, een, dat er drie grote rondes zijn voor vrouwen nu. Hè. Voilà, het is waar. Marianne Vos nu in het rood. Misschien tot het einde, wie weet. Ik, ik zie daar SD-Works weer wel met een monsterploeg rijden en Demi Vollering die nog altijd in vorm is. Ja, ik vind dat slot eigenlijk hè. heel dat voorjaar domineren en dan al direct terug in de grote ronde rijden. Maar uiteindelijk koerste die ook niet superveel. Ik denk dat hij nu 10 of 11 koersdagen heeft. Dus ja. op zich kan dat denk ik dan wel anders dan bij de mannen. Ik denk trouwens dat vorig jaar de vuilte voor vrouwen wel tijdens onze vuilte ja, was. Die ja, kwam goed. na de Tour ja. En ze hebben dat omgewisseld omdat het anders te druk werd. Eh, gelijk eh, Annemiek van Vleuten, die ja. moest van. De een naar het ander, die ja. had ze alle drie gedaan en die ging na de Tour voor tour. Vrouwen rechtstreeks naar Livigno, want dan kwam ze daar dan uh, tegen. En uh, dan moesten ze daarna bijna direct door naar de Vuelta voor, voor Vrouwen en tussenin ja. zitten er ook nog koersen. Mm, Daarom dat okay, ze ja. het nu misschien iets anders hebben gedaan, dat die Vuelta nu komt, ook ja. langer gemaakt. Ja. 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 ja, we zullen dan meteen naar de Giro gaan. Want er zijn nog heel veel dingen die we willen bespreken. Um, maar uh, ja, er zijn veel ritten en veel weken die we nog moeten, moeten bekijken. Dirk, de Giro. Het is de grote ronde die de man in de koersoutfit hier tegenover mij op de kaart gezet heeft. Hè. Uh, de Giro van 2012 was toch wel een doorbraak van, uh, van Thomas. Hè? Ja, ook de, de grootste verrassing voor mezelf, denk ik. Dat jaar. Ben je daar zonder plan naartoe gegaan? Was dat uh, een beetje ontdekken? Want, dat was de eerste keer dat je de Giro reed toen? Ja, het jaar daarvoor had ik de, de Tour gereden en ik was, uh, op dag één was ik gevallen en ik had een gebarste sleutelbeen. En de laatste drie dagen van de Tour kwam ik er ineens door en werd ik uh, op Alpe d'Huez zesde en dan in de tijdrit vierde. Mm -hmm. En de mee werd er ineens gezegd, eigenlijk als je dan na drie weken kunt, dan moet je geen klasse mensen rennen. Je wordt uh, zesde op een klim en je wordt vierde in een van de lastigste tijdritten. Dus volgend jaar gaan we mikken op een... Uh, op een goed resultaat in de grote rondes. Dus er, er was wel iets of wat van, van een plan. Maar uh, het enige dat ik moest doen bij de start van de Giro was uh, uh, Gustave Luklaassen volgen. Overal die ging voor een goed klassement rijden. En uh, Lagotin die ging ook voor een top 20 gaan. Dus ik moest gewoon bij hen blijven in het peloton en zo lang mogelijk bij hen blijven als dat ging. En ineens waren die weg en ik zat er wel nog van voor. Dus, uh... Ja, ik vind het raar dat die gasten voor een klassement reden. Ja, maar Larsen was al eens top 20 en Lagottien ah, ja. ook zo Toch? altijd ah, ja. rond de twintigste. Uh, we hadden ook nog Carrara, die dat jaar daarvoor ook uh, achttiende of zoiets is geworden. Mm. Dus we hadden zo'n paar halve klassementsmannen. Ja, ja. Maar niemand dat echt goed genoeg was voor in de top 10. Daarom. We mochten allemaal proberen zo ver mogelijk geruiken. En na twee weken dan, uh, dan pas kijken naar klassementen en zien wie dat er nog in de running is en wie niet. Ja. Dus een beetje op zijn hilairs eigenlijk typische leider, ja. <laughs> typische leider, ja, de toen bij uh, vakantie, Ja, ja. ja. Bij ja zo, dat je zag Thomas altijd zo eigenlijk week per week zo meer opschuiven naar voren, naar voren, naar voren en dan. De ingang van de laatste slotweekend stond je net op tien. Ja, net uh, ik denk achtste, kan dat? Bij, ja, de achtste, ja. Ja, en dan uh, op zondag stond ik vierde. Ik heb bij nooit de top 20 uh, binnengezeten tot de laatste week. En dan begon dat zo van 17 naar 14, naar 12, naar 11. Ja. Ja, en je zegt nu wel: ik ga van achtste naar vierde, maar dat is wel die rit over de stelvio. Ja. Ja. Dat was wel, uh... ja, die rit over de stelvio. Ik heb hem nog gisteren nog eens bekeken. Uh, en je hoort echt Renat en José uh, roepen. We trekken, hem, we trekken hem naar boven. <laughs> ze waren nu echt aan het aanmoedigen in de commentaar. Maar ik vermoed dat uh, als je daar de stelvio aan het oprijden bent, dat je vooral aan het kapot gaan bent. Ja, dat is uh, gewoon een lastige klim. En op het einde van drie weken koers is dat, is dat, dat is moord, Maar ja, dat is, dat is typisch Giro. De laatste dag dat er iets kan beslist worden, willen ze altijd zo lastig mogelijk mm -hmm. maken. Dat was vorig jaar net hetzelfde. Ja. En dan is het ook nog eens een rit van 220 kilometer. Eerste Mortirolo. Dus dat is uh, gelijk bij de citroentjes, hey, alles eruit persen ja. wat dat er nog in zit. En dan uh, is dat heel mooi dat dat dan wel nog lukt. Ja, het was schitterend natuurlijk, voor altijd herinneringen aan. Uh, en ik had hier meteen een luisteraarsvraag, ook van Bartel. Die vraagt, een moeilijke vraag denk ik, maar voor welke andere koers zou je je Stelvio-rit inruilen? Geen enkele. Ah, wel, ja. ja. Het is geen moeilijke, hè? Nee, ja. oké. Okay, ja. <laughs> ja. Ik heb het er juist al even besproken. Maar... <laughs> je zou kunnen zeggen een wereldkampioenschap, maar het is gewoon de, de herinnering dat je hebt aan die overwinning en de belevenis dat je hebt. Ja. Die, die, die is nog altijd levendig van hoe je de laatste drie kilometer rijdt, bijvoorbeeld. Dat, dat kunnen we gewoon niet wisselen voor een overwinning op papier. En ook vanuit je jeugd, hè? omdat je daar ook op vakantie ging? Of wat was dat nu? Uh, ja, hoogte Of ja. Ah, ja, al van bij. Vak vakantie. Ik nee, kan ja. het iets romantischer. Van beide beloften ging ik al daar op stage. En die klim heb ik ja, honderden keer nu niet, maar toch tientallen keer oh, nog gereden. Ja. Dus uh, ja. het, is, het is een klim dat ik heel goed kende. En dan uh, is dat mooi dat je dan net daar je schoonste overwinning kunt pakken. Want je daar ja, toch ook even. Uh, Koen en Goh, gewoon klinken wielen. Ging die er niet als laatste ja, aan? Ja, want het begon eigenlijk al vroeger. Nee. Het was eigenlijk de, wie dat hij daar allemaal op ja. achterstand trad. Ja. Ik herinner mij het beeld van op de Mortirolo en dat was de, de klim voor de Stelvio. Een heel stijl ding, kopgroep met Scarponi, Rodriguez, Basso. En jij gaat net voor de top, val jij aan, denk ik. Ze, ze pannen zo terug en er is een beeld van Basso die echt, ik heb Basso nog nooit zo wit gezien als zelfs die een dag, die was lijkbeek <laughs> <I2> weggetrokken, toch tweevoudig, hij toch een aantal keer Giro's gewonnen. Dat was wel, alleen ook dan in, in de richting van de Stelvio, op de Stelvio Koenigo, die daar echt uh, ja. het snot van, van tussen zijn, dus, alleen zijn het, was, het was gewoon nog een fantastische ja, ja. We, we hebben er nog altijd levendige herinneringen aan. Hè. Het is dan voor jou ook wel een belangrijke koers geworden denk ik, hè, de Giro. Um, dit jaar geen Lotto Destiny daar. Hoe moeilijk is dat voor jou? Voor mij was het uh, een, een, het hoofddoel van dit jaar. Ah, ja. uh, als ik mijn hoofddoelen moest topsommen in, uh, in oktober, was dat uh, er dus één ja. van. En dan, uh, ik snap de beslissing van de ploeg waarom ze het niet gaan ja. rijden. Maar het was wel even zoeken. Ja, wat, 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 wat moet ik nu doen? Want voor mij was dat toch wel een beetje het hoofddoel. Dus, uh, ik ja. kwam dat bieden als een verrassing, dat je dat toch, jullie toch geen inschrijving... Alle ingediend? Um, ja, voor mij was het wel een verrassing, omdat het was de, de, de ploeg was zelf bezig over de drie grote rondes. Ja. Maar dan uiteindelijk, als je kijkt naar de periode nu, hoeveel koersen dat er zijn, hoeveel renners dat we maar hebben, die mm -hmm. dan grote rondes kunnen rijden. Als je ze dan alle drie doet, gaat het weer zo zijn dat er veel renners twee grote rondes moeten rijden. Dan kunnen die weer niet gebruiken in andere koersen. Dus een grote ronde vergt zoveel van je lichaam. Dat je, die, dat je niet zomaar dan uh, dat tussenin in je mm -hmm. programma kunt steken. Ja. Je hebt de grote ronde en een maand erna zit je nog altijd de nek af en de ja, maand ja. ervoor is voorbereid. Dus een coureur dat de Giro doet, ben je bijna drie, drie maanden kwijt. Ja, en sorry. ook gewoon met het oog op de punten. Voilà, Natuurlijk staan ze en... nu... Uh, ik heb dat eens op hun Twitter gezien. Ja, jullie, ja. Hebben, jullie zijn goed bezig. Hè? Het is, het is ik echt Ik denk wel dat sterk. we nu ondertussen tiende, tiende staan. Ah, ja, ja. okay. uh, Misschien al een oude tweet. Ja, dat met, die, met die rondjes nu, dat er nu na uh, de Waalse klassiekers en na Roman, dat we nu tiende stonden. Maar nog altijd, we stonden, stonden ver voor de, hmm. de volgende pro-conti. Dus ja, ja. Uh, dat, ja. is, dat is het belangrijkste. Ja, daarover gesproken, ik denk dat het de veel wel goed zit in de ploeg. Ja, 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 dat zeker. En de, de prestaties zijn er. We winnen misschien minder dan vorig jaar, maar de prestaties in het algemeen en in de breedte zijn er wel. Ja. Dus dat is Wacht, belangrijk. Nog één ding over de vloer? Heb je nog iets gehoord van Leonard van Eetveld? Heb je daar nog een update over of zo? Um, nee, hetgeen dat er is gecommuniceerd, dat wisten wij vlak ja. voordat het ja, boek werd uh... gemaakt. En um, het is ongeveer hetzelfde verhaal als toen met, met Tosh gewoon. Ja. Iets dat, dat mag als het wordt genoemd in de, bij de dopingcontrole. En uh, als dat dan vergeten is... Ja, dan, is ja, dan Jan Bakkelans was ook wel heel kritisch over um, ja, de, ja, de ploegdokter. Dat dat beter moet worden opgevolgd. Maar Jan weet niet hoe dat allemaal ineens zit. Oh, ja. zoals, zoals bij Tosh, uh, dat was tijdens de zesdaagse van Gent. Mm -hmm. Wat als individueel is, ja. dan zie je niet, daar als ploeg. Dus er was ook geen ploegdokter. Dus dat kan hem niet in de, in de schoenen schuiven van een ploegdokter. Dat was de, de fout van Tosh zelf. En uh, uiteindelijk is dat heel snel opgelost. En daarmee hopen we nu dat dat verlennert even snel opgelost raakt. Ja, uh, zeker zo'n jonge gast. Het is de UCI. De, het is, dat is dat gewoon kan dikke pech ja, ook, denk ik. Hè? Lijkt het toch. Ja. Dat is het probleem. Het is zoiets dat mag als je het meldt. Dus als je het niet meldt, mag het niet. Dat, dat slaat ja, ja. gewoon nergens op. Ja. Nee, dat is ook totaal onduidelijk. Dat, nee. is, dat is helemaal geen eenduidige richtlijn. Je mag die neuspray gebruiken als je het zegt dat je het gebruikt. En nee. anders niet. Ja. Dat is niet logisch. Nee. Ja, je zit al met zoveel verschillende dingen die je moet bijhouden. Waarschijnlijk whereabouts en controles en weet ik veel wat. Ook die namen van die neuspray zitten soms zo bijeen <sugst> en gepakt in. En gelijk voor diezelf geschept, Fusiedien en Fusiekort. Fusiekort moet je melden, fusidine niet. Ja. En het is zo goed dat ze alleen zitten in teencortison die zo en het andere niet. we ja, nou ja. hopen dat het snel opgelost is voor Lennart van Eetveld, Want wel een groot talent bij jullie ploeg, sowieso. Ja, zeker. En hij heeft me ook al verrast. Ik dacht dat hij het lastiger ging hebben in Mallorca. voor de overstap te maken naar de pros. Maar hij eindigt er twee keer op podium. Dus uh, ja, ja hij heeft right. mij me al zeker verrast. Oké, okay, prayers up voor uh, De Giro dan. Ik denk dat we daar, uh, het daarover eens zijn dat er twee topfavorieten zijn. Dat ja. lijkt me Remco en Primos, Daar zullen we denk ik niet over moeten, uh, moeten discussiëren. Maar gaat er iemand van de rest iets aan, aan hen kunnen doen? Thomas, wat denk je? Pff, je? Normaal, ja... Drie weken is lang, er kan zoveel gebeuren. Een lekke band op een verkeerd moment, een valpartij. Dus het kan altijd. En in een grote ronde, in week drie, met die zware klimmen, Um, het is al dikwijls gebeurd dat er iemand die een beetje zwakker stond in deze twee weken, mm. dat hij ineens een stap zet in de derde week en dan dat klassement nog probeert aan te vallen op een andere manier gelijk dat ik het had ja. gedaan een beetje bij toeval, maar dat mm. kan altijd en uh, degene die twee weken half lang heel sterk presteert, kan ineens de laatste twee, drie dagen volledig inzakken als een pudding zoals mm. dat Pino het al Gehad heeft of jeets. Uh, of dus in, in die drie weken kan er zoveel gebeuren. De topfavorieten zijn uh, Evene Poel en, en Roglic, dat is zeker. Ja. En ik verwacht niet dat er iemand anders dan een van die twee gaat winnen. Maar het blijft drie weken en alles kan gebeuren. Maar heb jij gasten in Romandie zien rijden, waarvan dat je zegt van nou, die, is, die is wel heel goed. Uh, ik heb er heel veel zien wegrijden van mij. <laughs> maar ik heb ze niet individueel kunnen in toog houden. Maar er, er, er zijn er wel uh, die dat heel goed, goed rondrijden. Maar ik weet niet wie dat er allemaal exact de Giro gaat rijden. Jurgensen is zo een dat heel goed rijdt. Maar ja, rijdt hij in Giro? Dat denk ik niet. Hè. Hij staat er nu niet op. Maar ja. ja, de Giro dat kan ook nog een dag op voorhand aangepast worden, <laughs> natuurlijk. Hè, wie dat hier daar, daar start. Maar de voorbereidingskoers voor de Giro is eerder de Tour of the Alps. Daar wordt meer naar ah, gekeken. Daar hebben we het op voorhand over gehad, hè? over ja, wat de, wat de ja. voorbereidingskoers nu eigenlijk is voor, uh, voor de Giro. Uh, en dan Romandie is historisch gezien die koers, Maar ik ben er eens doorgegaan door de Tour of the Alps. En die top 10, dat is uh, Theo Gegenhardt, Hugh Cardi, Jack Hake, Cepeda, Fortunato, Leonard Ka Kemna. Sivakov, Buitrago en Felix Hoewel oh, Dat zijn allemaal na namen, ik denk ik op Kelna dat we echt uh, drie weken volle bak aan het werk gaan zien. Voilà. Echt uh, ja, sowieso. Ja. Ja. Als je ook kijkt naar de uh, top drie's van de uh, afgelopen twintig jaar, in de Tour of the Alps, of de ronde van Trentino toen nog. Ja, die komen allemaal drie in de Giro. Ik okay. heb ook denk ik eens een keer Nibali gewonnen. En uh, Bas ook, en die wonen dan ook ineens twee weken daarna de Giro. Um, dus de laatste jaren wel minder. Hè? Ja, maar toch, ik weet het. Jij dat opgezocht, Dirk. <laughs> er is een, een beetje een veten. Hè? Nee, dat, nee. dat is het eigenlijk. Er is dus... zeker geen veten. Trouwens, ik heb Dirk daar juist ook een ne neuspray zien gebruiken voor de opname. Link <laughs> <Denk>, nazarin <laughs> ja. hè Ik heb nou. het al aangegeven bij de Nucie. Ja, oké. Okay. <laughs> nee, um, ja, maar denk wel, die top 3's die komen ook altijd wel terug. Er gaat misschien, komt misschien niet altijd een winnaar uit, denk ik. Nee, maar ja. Thomas gaat dat misschien. Hoe moeilijk is het om. Vier weken voordien mee te strijden voor een zegen in Tour of ja, the Alps. Ja, en dan ja, die al in die is laatste week he? van de Giro er dan nog te staan. Ik uh, denk dat het moeilijker is om als je in die Tour of the Alps rondrijdt. en je wordt van Kasken naar de muur gereden. om dan nog goed te zijn in de, in de Giro, dan hmm. kom de hooploos te laat. Dan is het beter dat je goed rijdt in Tour of the Alps. of uh, Asturias, of wat dat ook ko koers is. en daar dan mee te doen voor de overwinning. Dat weet ik ben op de goede weg. En uh, Remco wint ook in Luik. En dan zegt hij, er kan nog een paar procentjes bij. Dus volgens mij rijden die allemaal nog op 5, 96 procent. En die extra procentjes, die komen er dan wel bij in de weken voor in Giro. Dus ik denk dat dat, dat dat beter is voor nu, de afgelopen drie weken, heel goed rond te rijden en het vast te houden. dan nog we moeten gaan bijtrainen om te hopen dat je goed zit mm -hmm. in de Giro. Of gewoon niet trainen natuurlijk, want dat is ook of niet, uh, niet, geen wedstrijden rijden, dat is waar Remco doet ja. bijvoorbeeld. Uh, ben jij daar fan van, van, van geen wedstrijden rijden en gewoon rechtstreeks van de berg naar de ronde te komen? Dat is wat dat voor iedereen werkt. Ja. Uh, voor ieder apart werk, voor mij zou dat niet werken, voor Remco werkt dat wel. Hm. Ik, ik heb liever wat competitie, maar als je jezelf echt zo pijn kunt doen op training, dan is dat waarschijnlijk wel een beetje gemakkelijker om het ja. gewoon op een berg te doen en je doet je ja. hoogtes thuis, maar ik kan mezelf zo geen zeer doen op training. Nee, het is nog oldschooler, Thomas. Oldschool, ja, ja sowieso. Ja, ik stoor mij soms ook wel aan de uitspraken van al zien. Um, ja, ik piek naar de derde week of ik wil dan pas goed zijn, alsof dat je in die eerste twee weken nog kunt, zogezegd beter worden en trainen. Want ja, in de grote ronde kun je ook niet echt beter worden. Hè? Je wordt minder slecht. Ja, verbeteren worden niet van, uh, van nee, tien dagen. Maar dat hoorde zo wel. <laughs> ik ja. wil nog een paar procentjes in die eerste twee weken erbij doen. Maar dat vind ik zoiets banaals. Ik denk dat dat eerder is dan ze ermee op doelen, dan ze de eerste tien dagen proberen zoveel mogelijk krachten uit te sparen. Ja, ja. Geen demarages, gewoon volgen, geen tijd verliezen. En dan gaan ze in die laatste week proberen ja. uh, voor de koersen voor te winnen. Mm -hmm, zo. Ja. Ja, ja, dat is beetje wat er in Dede de Giro ook kan gebeuren. Ik wil voor we naar de, uh, de etappes gaan, ja. want die moeten we snel gaan behandelen, heb ik nog één vraag gesteld aan Thomas. Uh, want ja, Remco die gaat voor Quickstep weer een grote ronde rijden. Je ja, hebt er misschien wel ervaring mee. Je reed ook bij Omega Pharma uh, om mee te gaan naar, uh, naar de grote rondes eigenlijk. Hè? Hoe, hoe heb jij die druk daar ervaren? Um, ik moest toen de Giro doen uh, en Oran was onze klassemensman, die ging voor de overwinning. En dan voelde ik wel dat er uh, een, een ander soort druk is dan uh, mm -hmm. wat ik ervoor gewend was. Uh, dus, moest al, bij de eerste rit was dan uh, Ierland ergens. Um, er was een ploegentijdrit en dan werd er al op gehamerd. We moeten zoveel mogelijk tijd winnen, hier al. Uh, iedereen werd toch al op scherp gesteld. We werden dan tweede in die tijdrit en dat was daarna. Uh, de dag, dag daarna was het in de regen en hij had een lekke band, en dan een valpartij. We moesten hem terugbrengen. Je dat wel dat er veel meer druk bij komt kijken op dat, op dat moment. En ook bergop, uh, ik was niet zo supergoed, dus uh, ik viel er overal van tussen. En dan moesten anderen dat, mijn werk overnemen. En, uh, ja. Ik denk dat dat ook wel de reden was waarom dan ze mij na een half jaar daar aan de kant hebben gezet, omdat ja. ik met die druk niet echt om kon. Ja, het moet ook kut zijn als je, als je ziet van ik moet, ik moet dat doen en het lukt dan niet. En dat is dan waarschijnlijk voor, voor je zelfvertrouwen niet goed. Lijkt me een vicieuze cirkel om daar dan aan te blijven gaan. Vooral ja. omdat hij echt wel winstkansen had. Tot ja. aan die uh, hele zware regenetappen over de, over de Giro. Uh, daar verliest hij dan eigenlijk uh, de Giro aan, aan Quintana. Ja, hoe is dat ja. nu weer? Want we hebben daar juist nog eens even over gehad, hè, Dirk. Ja, dat was broedermoord, <laughs> Colombiaanse broedermoord <Ja>. hè? <laughs> Ja. Het was eigenlijk een hele, het was een hele slechte dag, met, met regen, met sneeuw. Vooral ja, sneeuw, hè, op de ja. laatste, op de, Net voor de top van de laatste klim, denk ik, hebben ze toen vanuit de organisatie gezegd van we annuleren de koers. Maar gedaan uh, had ze nooit niet. We uh, neutraliseren. Ja, het was, dus ze gingen de afdaling van de stelvio neutraliseren, zodat iedereen boven op gemak beenstukken kon aantrekken, regenversies aandoen. <coughs> en... Um, aan had het niet gehoord en die is tussen de moto's weggedemarreerd en die pakt eigenlijk gratis en voor niks twee minuten in de afdaling. Die had het, die had het tussen haakjes niet gehoord? Ze, <laughs> maar dat is een Bij ons zei ze het al vijf kilometer voor een top in Toortje. De afdaling wordt geneutraliseerd. Ah, ja. Doe jullie regenvestje aan. En dat werd ja, dat, 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 dat rond. om. Oh, het is geneutraliseerd. We zijn om met veertig man in de eerste groep en ik, ik ben gestopt voor een regenvestje aan Toen dus Ik kon dat niet zelf, want Vingers de ja, handen, ja. eh, De bovenop was het min 2 en, uh, en aan dus, uh, het sneeuwen. Dus uh, het was geen leuke wedstrijd. Die dag. Maar daar pakt hij dan twee minuten in die afdaling en klassement is gereden. Ja. Zo kan je ook winnen, natuurlijk. Hè. Ja. Op, uh, op die manier. Uh, en wat voor iemand was Oeran, eigenlijk als kopman die Giro? Oh, vriendelijke gast. Ja? Ja. Ja. Zijn Engels was niet, niet super, maar. Um, het is dat is, hij zei, was grappig. En <tie> uh, Achteraf uh, was hij heel dankbaar dat we dat allemaal voor hem hadden gedaan. Mm -hmm. Dus iedereen had een, een horloge gekregen. Achteraf, en uh, ik kende niks van horloges. Dus uh, dat ligt nog altijd in de grootste. Een horloge van 30.000 euro in die schuif liggen. Nee, nee het, het, het <tie> is meer en af. maar Het is nog altijd een mooie, een mooie cadeau. Mm -hmm. alleszins. Ja, prachtig. Oké, okay, laten we er gewoon doorgaan, jongens, door de drie weken Giro. Jappe en Dirk, jullie hebben elk een weekje voor de rekening genomen. Dirk, je hebt je hand omhoog gestoken voor week nummer 1. Ja, dat is eigenlijk de makkelijkste week. Hè? Dat is een beetje aanloop. Ja, die eerste week uh, begint met een tijdrit. Voilà. Dus dat is al direct uh, iets om naar uit te kijken. Het eerste duel Remco-Roglic. Um, ja, ja. Wil je, wilt je daar al rozen pakken als je Remco's uit? Dat zal de vraag zijn. Hè? Wil Quickstep op dat moment al drie weken de koers in handen nemen? Je kunt ook wel rozen pakken en het weggeven. Hè? Ik denk dat dat voor Remco ook wel um, belangrijk is, die, die, dat mentale door te winnen, al, al iets maar gewoon een paar seconden pakken op Roglic, en het dan eigenlijk gewoon weg te geven. Zo zou ik het doen. <laughs> zo, zo, zo zou jij die tijdrit winnen. Ja. Je gaat het ja. aan de kenner vragen. Ja, voilà. Ik voilà. denk, moest hij kunnen, hij zou zeker wel die eerste, eerste tijdrit winnen gewoon al laten zien hoe goed dat hij ja. is. En zeker troost ga je niet zomaar, uh, zomaar laten liggen als je het kunt. Want ze rijden ook tegen elkaar en uh, je kunt dat niet... Nee, nee. Uh, je kunt dat niet zo nee. gaan programmeren dat je dan zoveel seconden achterzijt, of voorzijt, uh, voor niet te willen winnen. En dat Terwijl als Rocklies dan wel wint en hij pakt er al 10 seconden, moet je die 10 seconden ook weer dichtrijden. Ja. Dus die gaat gewoon allemaal alle twee voluit rijden en dan het roos weggeven. Oh ja, dat, dat, vast. dat is sowieso een tijdrit rijden, rijden vol, maar dan direct voilà. weggeven, toch, of niet? Die sprinters gaan ook nog dicht zitten. Het zijn genoeg sprinters die dan nog een beetje kunnen tijdrijden. Die dan redelijk dicht gaan zitten. En dan mm -hmm. uh, pakken die de volgende rit. Uh, als, ze de, als ze de rit winnen, pakken die met de bonus. Denkt u dat echt? Dat er nog een sprinter? Dus er zijn die... wel sprinters. Ik weet nu niet welke sprinters allemaal gaan. Maar er zijn genoeg sprinters die, uh, die dicht kunnen eindigen. Maar die gaan ver voor liggen, denk ik wel. Want was hoeveel... Dat is ook mijn verwachting. Is, want wat zijn de bonus, bijvoorbeeld? Hoeveel seconden? 10 um, zeker. 10 ja. aan de ah, ja, maar ja, aan de Dat, de kan, eigenlijk dat kan eigenlijk mee. nooit. Ik kan toch nooit een, sp nee. Nee. een sprinter roos pakken. In principe, ja, het is een tijdrit van 19,6 kilometer. Als een sprinter roos pakt, dan uh, fiets ik naar de. Uh, een brouwerij van, uh, van Sint-Bernardus. Sint 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 -Bernardus? Ja, maar je moet de maken. Luik ook okay. okay, nog fietsen. Nee, nee <laughs> dat moet ik niet meer doen. Niet doen. Nee, nee, maar <laughs> daar, daar geloof ik niet in. Nee? Nee. Oké, okay, ja, dat is een challenge dan. Hè. Dan okay. fiets je naar Sint-Bernardus. Dat is wel echt ver, dat weet ik. Het ja. gaat nu wel een naam zijn en dan ga je misschien terugkrabbelen met Spedersen. Ah. Uh, ik ga niet terugkrabbelen, ik heb het gezegd. <laughs> <laughs> um, maar inderdaad, verdomme hè? Ja, okay, die met spelers was ook goed in de een ster van message Bessage in die ja. tijdrit, in van het jaar. Ja, want... Lappen, dat zou ja. wel eens kunnen. De tijdrit, de rit daarna, is, is er één voor de sprinters, denk ik. Dan... Ja, het is vooral uitkijken naar, naar Rit 4, hè. daar is eigenlijk een ja. aankomst, uh, maar ik kan niet zeggen bergop, maar die laatste klim ligt op 9 kilometer van de finish, uh, die Lago Laceno, waar we dat straks al over gehad hebben, Thomas heeft die in 2012 opgereden. Dat is ook pittig ding. Hè? Het is uh, een heel steile klim. Da, daar was de eerste keer uh, dat peloton eigenlijk echt uit elkaar ging. En uh, ik denk dat we er met 25 man of zoiets nog samen over zijn geraakt. En dan was, was ik uh, vierde, vierde aan de finish. Dus uh, ja, die klim, is de laatste, laatste drie, vier kilometer was constant 9%. procent. Mm -hmm. En dan bovenop is het geen afdeling, gewoon een plateau rond de meer, lago en dan uh, finish. Dus uh, het is, als je gelost zit, kom je niet terug. Daar gaan we wel iets zien. hè. Daar gaan we zeker wel iets ja. zien. En daar is, moest uh, Quickstep de, de Roos. Stel de Remco wint de, de tijdrit en hij zou de roze willen kwijtspelen. Dat is wel zo'n plaats waar het nog wel kan gebeuren. Het is er ook iets aan de Marenes, dus dan moet hij mee dan, ja, ja. en dan houdt hij Roos. Ja. ja. Um, dan is er in de eerste week ook nog een uh, rit naar Napels, uh, lokaal circuit. Ja. We hebben daar nog iemand die de wegen daar goed kent, want die won er daar vorig jaar. Drie smertes, hè? <laughs> nee, niet drie smertes. Die kent de streek er ook natuurlijk. Nee. Ja? Maar dat is, uh, het is nu wel een volledig andere rit mm. dan toen dat, dat ik vorig jaar won. Bij ons was het een gemakkelijk circuit en nu van ze echt wel een paar stevige klimmen op gaan rijden. Mm -hmm. ja. Maar ja, je pakt daar wel weer een rit. Was dat verwacht, dat je daar nog in ging pakken? Nee, 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 helemaal niet. Het was ik een was al, groep uh, ook, hè? Ja, ik was al een half jaar uh, eigenlijk slecht aan het rondrijden. En, um, de dagen ervoor moest ik mijn werk doen voor Kelip. En die dag schoof ik mee naar voren en sprong ik mee in de groep, omdat... De, uh, Harm en uh, Sylvain Moniquin waren vooral de mannen voor, voor mee te zitten en voor een prijsterrein. Dus ik sprong mee. Ik was voor hun aan het werken. Ja. En uiteindelijk win ik zelf. Dus uh, het, was, het was helemaal niet verwacht. Ja, je zegt, ik glip mee in een groep. Maar ik kan me voorstellen, als ik het. Stel, ik zou, ook ooit, ik zou ooit in het peloton kunnen verzeild geraken. Wat die gaat gebeuren. Maar stel, ik zit in het peloton. Ik zie Thomas de Gent naar voren kruipen. Dan denk ik: Godvertek. Daar moet ik snel, snel mee naartoe. Dat een alarmbellen. Het was een kopgroep waar nog wel. Alleen, het was Guirmaai zat erin. Van der Poel. Uh, waren grote namen die toen allemaal ja, Mauro Schmidt. Ja. Uh, dan nog zoveel. Veel goede mannen, ja, en dat maakt het dan soms een beetje gemakkelijker. Dat ah, ja. ze, ze keken vooral van der Poelen naar uh, en naar Smit en zo. En minder naar mij, omdat ik al een beetje minder goed ronddreed als, uh, als andere jaren. Dus uh, zij waren de ideale bliksemafleiders. Ja, je had dan veel buurten tijdens zo'n groep, tijdens als je weer een keer gaan polsen of gaan bouwelen met de anderen. Nee, 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 dat ik, heel... je, gewoon... ja? je doet gewoon hetgeen dat je moet doen. Je, je rijdt mee rond, je gaat niet zitten slepen, je slaagt geen beurten over. En tegen dat ik deed was tegen Harm en Sylvain zeggen we dat zij moesten doen. Ja. En niet met drie in elkaar ze te rijden, want als je dan juist alle drie naar achter gaat en ze demareren, mm -hmm. is er geen ene mee. Dus we waren vooral met dat bezig. En onze eigen tactiek, en uh, we wisten dat, dat Mathieu. Heel vroeg ging beginnen te demareren. Zeker als hij goede benen heeft, dan begint hij al 40, 50 van de meet. En iedereen reageert er dan op. En dan zit iedereen ja. stik kapot. En dan is het moment om iets te proberen. En dat ja. deden we ook en we waren weg. En ja. we waren weg met vijf toen. En wanneer is er dan eigenlijk gekozen om jouw kaart te trekken? Um, pas uh, vijf kilometer van de finish. Ah, ja. dan tot, tot daarvoor uh, was het eigenlijk de bedoeling dat ik. Uh, zoveel mogelijk tempo ging maken en dat Harm iets meer op, uh, op, uh, 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 ja, op reserve aan het rijden was. En dan uh, ging hij moeten demareren voor de top van de laatste klim, wat dan vijf, zes van de finish was, zodat hij alleen zou kunnen aankomen. En ik ging dan gewoon bij die ander twee- en twiel een beetje zitten slepen. Dan mm -hmm. gingen ze ook niet met mij naar de finishrij. Maar Harm was niet goed genoeg om te demareren. Dus uh, ja, we reden over de top met vier. En dan zei ik, ja nu ben ik de rapste van de vieren, ben ik zeker, dus we gaan moeten switchen en nu moet jij voor mij rijden. En zo zijnde. Mm -hmm. Maar ja, want je had al heel veel werk opgeknapt, want ik weet nog dat ik tijdens dat ik naar Ingrid aan het kijken was, ik dacht van ja, oké, okay, nu doet hem toch wel heel veel werk. Ja. Van ook moet zich heel goed voelen. Ja, ik dacht dat ook, maar hij zei dat uh, op de laatste klim dat het beste eraf was, dus uh, ja, uh, mooie kans voor mij, ik heb hem dan ook genomen. Ja. Ja, je hebt. Uh, misschien heb je niet bepaald één specialiteit waar je een uitbrengt, maar eigenlijk is het een beetje een complete coureur. Thomas agent. iemand die kan en wat klimmen, en wel sneller is dan de meet en dan ook nog eens een tijdrit kan rijden. Um, is het daarom dat het altijd in de, in de solo, uh, solo uitkomt? Omdat het zo van overal wat komt, de dingen die je kan, maar, maar zo niet één bepaald ding. Ja, ik, ik blink er niks uit. Maar in alles ben ik goed genoeg. Maar dus dan, als je een goede dag hebt, kun je wel in sommige dingen overstijgen. Dus als je mij tien keer een klim gaat laten oprijden tegen goede klimmers, negen keer ga ik eraf gereden worden. Maar dan die tiende keer op een goede dag kan ik, ik hun eraf rijden. Hmm. En dan moet je dan op zo'n dagen. Moet je er gewoon het meeste uit te halen dat erin zit. En dat zijn dan die overwinningen dat ik heb. Ik heb er niet superveel, maar ze zijn dat wel altijd, altijd mooi. Ja. Maar ik, ben, ik ga nooit geen veelwinnaar geweest zijn. Daar had ik net niet genoeg talent voor, denk ik. Hij heeft ook eens een groepsprint gewonnen in de veld. Ah. Dat vond ik straf. Zelfs met Garcia Cortina nog in die groep. Dat ik eigenlijk nooit verwacht dat je, die ging, dat je die zou... Maar dat is mijn geheim wapen, de sprint. Ik ben helemaal niet traag. Ik weet ah, ja. dat. Dan moest, ja, ja. Ik, moest ja. ik durven... Vringen zou ik ja. in een massasprint top 10 kunnen rijden, Echt? geregeld. Ah, ja. Maar ik durf dat niet en ik zit er niet en Daarmee komt dat er nooit niet uit, maar dan is dat mijn extra troefkaart als mm -hmm. ik dan een keer moet sprinten voor overwinning. Als er ruimte is. Als er ruimte is. Maar ik kan me wel, zo met een groepje van 10 mm -hmm. man kan ik mij plaatsen. Dat is nu geen probleem. Um, maar als ik dan de kans krijg, weet ik dat ik die in een sprint heb ja ik zie dat ook aan uw benen die zijn wel echt vrij dik ja we moeten <laughs> tijd naar zijn benen kijken is, is dat een beetje met jaloezie kijken naar de benen van Thomas uh, Tuurlijk, ja, ja. <laughs> voor de hele tijd in zijn ogen te kijken daar is gesprek maar dat is moeilijk <laughs> oké okay, dus misschien moeten we dit hier zo snel mogelijk afronden Dirk is er nog een rit die we eruit moeten pikken uh, ja de rit naar uh, de Grand Sasso hè uh, de dag na Napels is er eigenlijk de eerste bergrit uh, het zijn eigenlijk twee klimmen die na elkaar liggen. Langs, uh, het is ook 218 kilometer, dus het is de langste bergrit. Um, en ze rijden e eigenlijk eerst over, eerst over de Calascio. En daarna volgt eigenlijk de Grand Sasso onmiddellijk nadien. Dus meer dan 22 kilometer klimmen. Dat zijn eigenlijk enkel de laatste vier, vijf kilometer die boven de 8% gaan. Dus dat is uh, ja, de eerste bergrit om naar uit te kijken in die eerste week. Waar mm -hmm. ook, okay. ook al veel kan gebeuren. We gaan dat in onze agenda zetten? Hè? Ja, um, we hadden eigenlijk bij elke week ook een vraagje voor Thomas. Namelijk, welke is de Thomas de Gentrit? <laughs> um, is, er, is er eentje die hier voor u bovenuit steekt, waarvan je denkt: van, daar zou ik, het, uh, zou ik het doen? Dat zou ik eigenlijk de profielen bij mij moeten gehad hebben. Ik heb. Uh... Ik heb er nu niet zo hard naar zitten kijken. Geen probleem. Maar Dirk, je hebt ze wel bekeken. Welke <laughs> denk je dat, dat Thomas eruit pikt? <laughs> die, die naar Lago Laceno was wel eentje zo door, door de Italiaanse heuvels. Dat zou hem wel gelegen hebben. Dat is, die, die is dan weer te stijl op het einde. Ja. Het zijn zo de, de ritten waar er vijf, zes klimmetjes van vijf, zes kilometer lang in zitten. Waarvan de laatste tien, vijftien kilometer van de finish is. Maar ging dat wel zo? In, als je naar een grote ronde gaat, neem je dan het rondeboek en dan echt zo dagen aanstippen waarvan je denkt van, daar ga ik het proberen. Je kijkt. Uh, vanaf als je de, de rondeboek krijgt, kijk er wel naar welke ritten dat eraan komt. Recht aanstippen is dan niet want in zo'n grote ronde dan alles hangt af van je benen, hoe dan ze voelen. En dan als je een hele goede dag hebt, toevallig op de zwaarste bergrit, ja, dan moet je proberen die dag zo goed mogelijk door te komen. Mm. En uh, proberen daar het beste van te maken. En dat weet je nooit wat dat er uh, kan gebeuren. Zo dus heb ik nog bergritten gewonnen. Terwijl dat eigenlijk helemaal geen bergen zijn voor mij of, of geen ritten zijn voor mij. En langs de andere kant heb ik ook al vlak etappes gewonnen. Gewoon omdat ik die dag me echt heel goed voelde. Mm. Dus een dag aanstippen en daar volledig op alles op zetten, dat, dat, mm. dat doe ik bijna nooit. Maar dat, word dat wordt wel gedaan, hè? Dat er... wordt gedaan, ja. maar ik, ik, uh, ik pak dat risico niet. Dat ah, is. Uh, ja. Stel je voor dat je rit 12 bijvoorbeeld aanstipt. En die een dag staat op en je bent moe en je voelt je slecht en je hebt stress en je moet meezitten en het lukt niet. Dan heb je al die dagen ervoor u zit te sparen voor de 12e rit niet mee te kunnen. Is, is dat een van de redenen dat de grote rondes voor jou ook zo'n ding zijn, dat je daar altijd zo goed was dat er minder stress misschien is sommige dagen? Um, ja, zeker, na. na na één week is uh, de, de grootste stress weg. Iedereen is eens goed gevallen. Iedereen uh, zijn klassementsman stond wel een beetje op een plek. Dus er wordt minder, minder geduwd. De vermoeidheid zit erin. En dan vanaf week twee voelde dat dat allemaal een beetje gemoedelijker gaat. Er is nog altijd wel stress, maar het is, alles is op zijn plooi. Zo. En dan kunnen je beginnen kijken wie heeft er nog goede benen voor in de aanval. En dan zie je dikwijls dezelfde coureurs weg die maar heen. Ja. Ja, dat is het grote verschil misschien met het voorjaar en de, de, hectische, de hectische dingen die je daar moet doen en het wringen en het altijd klaar moeten staan elke dag. En iedere dag is het opnieuw een, een andere kans, maar het is, uh, uiteindelijk zie je ook wel in het voorjaar dezelfde coureurs komen altijd naar voren, maar het is moeilijk om je erbij te zetten en in een grote ronde is dat, is dat volledig anders. Ja. Dat is echt volledig anders na, na na, dus na één week, na tien dagen, ja. komt die vermoeidheid erin. En het is hoe dat je met die vermoeidheid om kunt gaan, dat ja. eigenlijk bepaalt hoe dat je in de laatste week gaat rondrijden. Je doet het duurt nu zo bijna chill klinken, maar ja. ja dus, dat, is, dat lijkt het mij ook niet natuurlijk. Voor, voor mij is het chill, omdat ik zoveel ja. ervaringen heb. Maar ja. ik, ik zie dat dan ook aan, aan de renners in de ploeg, die dat voor de eerste keer een grote ronde gaan doen. Die zijn... Die zijn gewoon bang voor die rustdag en die weten niet wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. Omdat we ook verhalen rondstrooien de dag na een rustdag. Het kan echt slecht zijn. En als het dan een startberg op is en ze weten niet wat er gaat gebeuren, dan zitten die zelfs al met stress. Van ja, wat gaat er hier morgen gebeuren in die startberg <laughs> op? Ja. Want ik ga slechte benen nemen. Nee. Mm. Zo van die dingen, ik vind, dat, ik vind dat wel grappig om te zien. Maar dus... ik heb er ondertussen zoveel ervaring mee dat ik er wel voilà. chill rond ben. Het is altijd een andere dag. We zitten aan de rustdag, denk ik, Dirk? Ja, nee, de dag voor de rustdag is er nog die... een tijdrit. Uh, de, een tijdrit en niet zomaar een tijdrit, een tijdrit van 35 kilometer. vlak, dus weer gemaakt voor, uh, voor Remco. En ik denk dat Filippo Ganna daar ook nog wel ja. zin in opgezet heeft. Uh, maar het is wel zo een van die momenten, denk ik, waar Step op voorhand dan gaat gekeken hebben van daar moeten we tijd nemen. Uh, dus wel een belangrijke dag. Mm -hmm. En is dat anders zo. Een tijdrit voor een rustdag is dat toch anders voorbereiden? Um, ja, um, dat lijkt mij voor veel renners is dat gewoon een tweede rustdag. Ah, ja. Die pakken dan dinsdag een dag daarna als, als rustdag. Maar het is um, meestal worden de tijdrit een dag na een rustdag gedaan. Mm -hmm. En nu dat dat dan een dag voor de rustdag is, dat is dat is eigenlijk best wel. Uh, Best wel uniek, zoveel heb ik er nog niet gehad. Dus uh, ik mm -hmm. weet niet hoe, in, in hoeverre dat ze dat anders gaan kunnen aanpakken. Oh. Ja, met spelers pakte me. <laughs> <Toch? laughs> ja, Remco, hè? Uh, ja, gisteren Remco. vier uur op zijn tijdritfiets gezeten. 180 kilometer. Ja, heb je dat gezien op Strava? Uh, nee, ik, heb, uh, ik heb het op Twitter gezien, ja. dat een screenshot pakt van maar... Strava. Jongens, 180 kilometer op een tijdritfiets. Ja, ik denk, wij kunnen dat moeilijk inschatten, maar lijkt me niet het meest aangename om te doen. Ik uh, train uh, nooit op een fiets, om de reden dat ik na een uur helemaal scheef begin te ja. zitten en ik heb overal pijn. Maar dat is dus wel zoiets, als je er heel veel op zit, kun je dat beter en langer. En nu kan hij er vier uur op, op rondrijden, dus zo hoe voelt hij hem op die fiets. Ja, dat is ongelooflijk. Hè? Die... Ja, die fiets is niet gemaakt voor comfort, Het is gemaakt voor snel te rijden, dus... Vier Uhr da ja. Ich weiß nicht, da das wird da echt viel gedaan, wurde oder? Das dann noch so? Vier Uhr? Auf nee, nee, Neu neuer neuer. nee. Nee, doch. Nee. Nee, je moet die positie ook gewoon zo lang kunnen aanhouden. Want je ja. zit constant op je ellebogen ja. te steunen. En de hele tijd met, die, ja. met, die, met dat hoofd tussen die schouders. Ja. Maar is het ook niet zo'n een beetje een, een prikje uitdelen ah, richting al. de concurrentie? Want hij heeft eigenlijk bijna een maand niks op Strava gezegd. Vind ik ook, ja. ja. En dan ineens dat zo even voor de Giro. rol. Het ja. kan ook zijn dat hij gewoon vier uur achter een brommer heeft geregeld. Ja, voilà. En even... gezegd dat mijn tijd erfiets is. Ah. Of hij heeft misschien gewoon een auto gepakt en hij is gewoon niet te snel gaan rijden met zijn tijdritfiets in de koffer. Kan ook. Maar hij heeft inderdaad wel achter de, even achter de brommer van Papa Patrick gereden. Ah, oké. Okay. ik. Ja. Dat dan, dan is het natuurlijk niet zo, niet zo moeilijk. Ja. Nee, uh, we zitten dan aan de rustdag en dan heeft Jappe week 2 voor de rekening genomen. Ja, de week 2 inderdaad is ook al iets zwaarder. Um, dus eerst hebben we een uh, ritine een overgangsrit. Um, ja, ik wou het ook al vragen aan Thomas, maar dat is echt een, een, een rit voor hem. Um, eerst iets van een 80 kilometer uh, bergop. Allee, ook wel af en toe naar uh, bergaf, maar dat is zo, wat een loper. En dan is het eigenlijk bergaf tot aan de finish. Dus dat is echt ideaal voor, uh, voor ontsnapping. Uh, dan hebben we de langste rit, dat is een sprintersetappe. Uh, rit 12 is eigenlijk eerder zo'n afwisselend parcours. Dus uh, ook wel echt voor uh, de vluchters. En dan hebben we ja eigenlijk. Rit 13, die dat we allemaal hier uh, moeten aanduiden in onze agenda, dat is de uh, etappe naar Transmontana. Ja. Uh, dat is de eerste keer dat dat in de Giro wordt, uh, dat, dat daar een Giro -rit aankomt. Um, ook de Chima Copy, die is eigenlijk de top van de, het dak van de, van de Giro. Ja, um, want het zijn 5200 hoogtemeters. 5200 hoogte dat is absurd. Dat is, dat is echt... duizend meer dan, dan Luik-Bastenaken-Luik, klopt dat? Ongeveer, ja. ja. We kijken ja. even naar Thomas, ja hè. Uh, denk het, ja. ja, ja. Maar, uh... Nee, maar om haar een idee te geven, denk vorig jaar uh, in de Vuelta was de rit met de meeste hoogtemeters was duizend minder. Mm -hmm. Dus dat is wel echt, en in die rit naar Transmontana um, gaan ze twee keer boven de 2000 meter, ja. dus dat is ook iets dat Remco nog niet heeft gedaan in koers, dus uh, maar ik ben eens benieuwd wat dat gaat doen met het lichaam. Ja, in Zwitserland... Het kan ook nog eens koud zijn. Ook, hè. Dus ja. Het is nog altijd uh, bang afwachten met weer, zeker boven de 2000 meter. Want dan, wordt dat weer, weer, ja, dan wordt dat weer sneeuw. Komt er ook nog eens een factor bij? Ik denk uh, dat hij uh, heeft nu zo lang op de, op de tijden ja, gezeten ja. dat hij die, die 2000 meter wel gemakkelijk gedaan kunnen. dus zie ik eigenlijk geen probleem uh, ja, okay. Maar, maar dan vraag ik me dan wel af. Hoe, hoe groot is het verschil eentje boven de 2000 meter zit? Want ja, je hoort dat altijd. Dan begint het echt en dan is het nog dubbel zo vaak zo hard afzien. Ik weet niet hoe, hoe moeten we dat hoe moeten we dat zien. Ja, je voelt dat wel. Eens, we hebben nu een roman die ook boven de tweede, ay, tot 2000 gegaan. En je voelt dat zo vanaf 1800 dat dat toch al een beetje lastiger wordt. En die wattage gaat dan naar beneden, terwijl je even hard afzie. Boven de 2200 komt er nog zoiets een trapje bij. En ah. dan, zoals op de stel, je dat boven de 2500. Die laatste 200 meter dat je nog eens moet stijgen, dan is het... Uh, ja, je, je, je rijdt 300 watt, maar eigenlijk voelt het als 400 aan. Dat is, uh, is ongelooflijk. Maar hoe meer je erop treint, dus gelijk op de tijden, mm -hmm. zoveel te gemakkelijker dat dat gaat. En, en aangezien dat hij er bijna woont, denk ik dat dat echt <laughs> ja. geen probleem was zijn. Ja, ja hij zit er vaak, hè. Ja, uh, rock die, rock die show, hè? Samen, hè. <laughs> ja. In het enige hotel op de tijden. Inderdaad. En dan um, je rijdt 15... Uh, ja Inderdaad, de rit 15, dat is ook eentje dat, dat we moeten aankruisen in onze, in onze agenda, komt daar in Bergamo en dat wordt zowel wat gezegd als een mini Lombardije, maar ja, mini, dat, heeft ook een, dat is ook een rit met meer dan 4000 hoogtemeters, dus dat kan ook wel een verraderlijke etappe zijn. En uh, de laatste keer dat ze dat in de Giro deden, uh, was in 2017 en toen won uh, Bob, jongens. Dus dat is eigenlijk misschien ook wel een rit, eventueel ook voor vluchters, maar kan ook wel wat gebeuren uh, tussen de favorieten. Ja, nou, oké. Okay. Ja, redelijk zwaar al. Ja. En, dan, en dan moet week drie nog komen. Nog iets waar ik me aan stoor. <laughs> Elke grote ronde wordt er gezegd. De laatste week, hoe zwaar is die? Dat is precies al zo'n. Ik weet niet. Dat, ja, zo, Het kluk... lijkt alsof we op voorhand al allemaal zo zeggen: kluk, week drie uitbrak. is echt heel zwaar. Ja. Maar ja. dat is ook. Dat is ja, voilà. De laatste week, voor iedereen begint uit te kijken naar het einde. En die laatste week, het enige dat je nog naar uit kijkt, is naar huis gaan. Al die keren ervoor is naar de volgende rustdag. En die laatste week kijkt uit naar huis gaan. Um, derde week, dat eten begint tegen te steken, dat ontbijt begint tegen te steken. Je eet zo goed als iedere keer hetzelfde: rijst, ja, ja. pasta, havermout. Het is bijna elke dag hetzelfde en je voelt dat gewoon begint te veel te worden. Iedereen heeft het gat, iedereen wil naar huis. En <laughs> die ritten worden alleen maar lastiger, langer. Je yeah. De trap op en af gaan, dus zeer. En dan moet je 200 kilometer gaan fietsen. Mm -hmm. Weer nog een week lang. Dus dat is... ik, voel, ik voel de frustratie eruit komen. Ja, dat... Maar dat is ook het schoon aan, aan een grote ronde. Dat is, je zit op een niveau van vermoeidheid dat je gewoon niet kunt nabootsen. Zelfs niet met een stage. Dat heb je alleen maar in grote rondes. Dus daarom ronde. ook. Al wie dan een grote ronde heeft gedaan en tot het einde heeft gereden, die zijn motor zeggen ze, wordt uitgeboord, wordt vergroot. Dat is gewoon omdat die drie weken, kun je dat niet simuleren. En je voelt dat, die, die laatste, die laatste... als je een goed gevoel hebt. Kunnen nog boven jezelf uitsteken, maar als je in de vermoeidheidszone zit, kun je echt wegzakken. Ja. Helemaal wegzakken. Daarom de laatste week uh, vallen de renners uit de top 10. Uh, verliezen er die dan zeker de Giro gingen winnen? Een roze trui, dat kan allemaal in de, in de laatste week. En zeker als ze er nog steile dingen gaan insteken, ja. zoals. Wat dan ze erin gestoken hebben. Ja. Ja, wat, wat hebben ze er weer allemaal ingestoken? Ja, rit 16 uh, naar Monte Bondone is uh, 5200 hoogtemeters. Dat is de tweede rit boven de 5000 hoogtemeters, als ik me niet vergis. In, in, in de grote rondes uh, zijn er heel veel ritten met meer dan 5000 hoogtemeters. Bijvoorbeeld in de Tour is dat ook vaak toch niet? Hè? Nu, um... nu heb je er drie bijvoorbeeld. Ja, in de Giro komt dat meer tegen, ook ja. omdat ze daar de ritten gewoon langer maken. Ja, ja. Bijvoorbeeld de rit naar de Stelvio dat ik, ik woon was net iets meer dan 6000 ah, hoogtemeters. Ja, <laughs> en dan hadden nog zo van die ritten dat, dat oh, 7, Jesus. 8 uur zijn. Dus ja, ja. dat is de Giro, die, die hebben er graag lange rit En dan komt ook automatisch ja, aan meer hoogtemeters er, ja, uit. Ja, en ja. de Vuelta, dat zijn uh, meestal kortere ritten, 150, 180 kilometer. Um, maar is stijler soms ook. Stijler, ja. maar dan ook minder klimmen. En dan kom je daar meestal rond de 4000 hoogtemeters mm. uit. Oké. Okay. Er is één ritje nog voor de sprinters daar. Uh, rit 18 is ook 4000 hoogtemeters in de Dolomieten. Met zes klimmen na elkaar. <laughs> en rit 19, dat is de koninginrit. Uh, met vijf calls in de Dolomieten met 5400 hoogtemeters. En 180 kilometer En de Tre Cime di Lavaredo. Uh, ja, dat is... Um Pijnlijk denk ik, als je daar, want dat is op de derde laatste dag, eigenlijk de voorlaatste dag, laten we zeggen dat je moet koersen. Uh, je zegt het al, hè? dan komt het, het melkzuur waarschijnlijk door de neus naar buiten. En dan gaan ook veel renners schrik hebben van die red. Ja. Dus dat is niet ene klim, geen twee, geen drie, zijn er vier. En uh, Passo Giao, dat is uh, zo'n ene, heel lastig, de voorlaatste klim daar. En een heel lastige klim, uh, heel stijl ook, niet super lang, maar als je daar dan toevallig erdoor zakt, ja, dan is uh, Giro en het klassement volledig weg. Je ja. kunt, kunt er niet meer van recupereren ook niet. Nee. Dus uh, ik denk, denk dat er wel. Zijn. Ik denk dat er veel klassement renners er wel slecht gaan slapen de dag voor die rit. als ze zo al <laughs> voelen dat het nipt geworden. Het gaat ook wel een beetje afhangen van uh, hoe dat de verhouding ziet met de roze trui. Ja. Als er bijvoorbeeld uh, heel weinig verschil op ziet en Remco of Roglic beginnen heel vroeg te koersen. Dat kan ook wel echt enorm veel invloed hebben op de andere klassementslinders En ook op degene die dat binnen tijd moeten nee. Ja. Maar dat is ook zo'n rit waar iemand die 11e, 12 staat op 10 minuten bijvoorbeeld. Ja. Waar dat hij zou durven zeggen: 80 uh, van de meet. We gaan alles of niks spelen. Oftewel, ja. win ik dat hier en kom ik nog heel dicht in het klassement. Oftewel, ja, probeer ik het en val ik volledig weg. En uh, zo'n zo renners die gaan daar nog iets willen. Ja, en de dag nadien zitten we aan de. Zotte tijdrit, als je dat bekijkt. Met een klim van 7 kilometer aan gemiddeld 12%. procent. Stukken tot 22%. Stukken tot tweeëntwintig ja. Eerste drie kilometer direct 15. Dus ik denk als je daar... Uh... Dus je rijdt eigenlijk vol met je tijdritfiets. Ja, tot aan de voet. Gewisseld. En dan gewoon direct 15%. procent. Ja. Gaan er, er daar renners niet wisselen, denk je? Ik denk dat iedereen gaat wisselen. Ja. Dat is net de stijl voor met een tijdritfiets. Die tijdritfiets moet ook onthouden. Meestal meeste rijden dan... Dat is een vlak stuk, de voertuigen gaan ze allemaal met een 58 rijden, sommigen met een 60. Dus dat wil zeggen dat kleinste kan een 44 of een 46 zijn. Dan kunnen belangen niet ergens steiler dan 10% mee omhoog rijden. Nee. Het was nu al in, in Romandië dat er bijna gewisseld werd uh, van uh, een gewone fiets, omdat er een paar steilere stukken van 10% in staan. Ja. Maar slaagt dat niet ongelooflijk hard in je ja, benen als, als je, je even stilstaat? tegen 50, 55 op die, die, die grote versnelling en dan moeten we even inhouden, even stilstaan, die fiets opspringen. Maar ze gaan dat niet, niet op de vlakken doen. Ze nee, gaan nee. dat ja. doen vanaf als ze omhoog rijden en uh, het tempo valt dan terug naar 10, 15 per uur. Dan snel aan de kant ja, om, ja. omwisselen. Je... minste tijdverlies, hoor. En ik denk uh, dat, dat als iedereen dat doet, gaat er ook voor niemand geen winst of verlies in zitten. Het ja. gaat er hem dan gewoon om, ga ik heel snel in die pedalen zitten en rap weg. Um, maar ik denk niet dat er daar uh, veel verlies bij komt. Okay. De crossers zijn daar in het voordeel. Ja, ik was aan het denken. Die, kun, die kunnen snel Ik was aan denken wie, is, wie, wie van de klasse minste is nog crosser geweest. Maar nee, ja, ik er ook niet op. Maar uh, ja, <coughs> dan hebben we hopelijk een duel <coughs> tot op de laatste dag tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel. En dan is dus Remco in het roze in Rome. En dan hebben we een nieuwe Giro-winnaar. <coughs> Toch perfect, perfect scenario, denk ik. Dan gaat de roze verf in Schipdaal uitverkocht zijn. Voilà, groot feest. Ja. ja, misschien moeten we nog heel even. Goh, we, hebben nog, we hebben nog heel weinig minuten, hè? Nee, we um, even dan. Ja, er waren nog een paar renners die we heel snel wilden aanstippen. Jij wilde nog een uh, Amerikaan aanstippen. Ja, die dat de, dat de luisteraars misschien echt wel in doog moeten houden. Dat is uh, Matthew Riccitello, jullie? Nee, Jawel, dat is eigenlijk van een. Dat is een... Thomas het kent, Yes, niet. dat is een Amerikaan uh, van Israël. En dat is een beetje tegen het DNA van hun ploeg. Want mm. ja, die staan erom onbekend om, om eigenlijk uh, alleen maar gepensioneerde renners uh, binnen te halen. Maar dat is een super jonge gast. Hè. Die is nog twee jaar jonger, denk ik, dan Remco. Uh, 55 kilo, zo. echt zo'n veldmuizen. Zo. Uh, ja, echt een, een nieuw Amerikaans klimtalent. En um, Lens Armstrong heeft hem ook echt hoog zitten. Mm -hmm. um, hij hype die wel zo wat. Ik, ja, ik zie daar toch wel zo links en dingen van verschijnen. En drie jaar geleden uh, postte Adam uh, Armstrong zelfs een foto met hem van uh, Mark my words, this is the future. En nu rijdt hij zijn eigen Giro. Dus ik ga die echt wel uh, volgen. Als Lens als het zegt. Voilà. Uh, ben Healy rijdt ook mee. Mogen daar iets, in, iets van verwachten in de Giro, denk je Thomas? Denk wel in de eerste week, maar... Ik weet niet in hoeverre dat hij gaat gerecupereerd zijn van, ja. van zijn voorjaar. Het is zijn eerste grote ronde ook. Ja, en uh, hij, hij heeft toch veel gegeven in iedere koers dat hij deed in het voorjaar. Hij is al van, van in februari bezig. Dus denk de eerste week had hij misschien nog mee kunnen doen, maar dan de vermoeidheid. Maar die heeft zo'n goede man. flow ook, hè? Ja, dat is wel. Je bent, je bent een tijdrechtsspecialist, toch, mogen we zeggen? Hoe is zijn, hoe is zijn vorm? Van Ben jullie? Ik bedoel, zijn, uh, zijn pose op de, tijd, op de, op de fiets. oh maar ja, is yes, wel ik, goed. ik heb het nog niet gezien. Ah, <laughs> ja, nee. ja, ik bedoel, ik heb het eigenlijk over het kopje <laughs> dat da, ah, ja. naar links gaat. Als maar die is wel super aero, hè? Ja, tuurlijk. TJ heeft het hier ook nog gezegd. Porc, ja, ja. Okay. Nee, het is waar. Het is waar. Uh, nog één laatste renner. Geloven we in Jay Vine? Het is een beetje een open vraag. Uh, ja, sowieso willen Maar uh, ik weet niet... Zijn knieproblemen, hoe hard dat hij nog opspelen en uh, hoeveel uh, invloed dat hij heeft gehad op zijn uh, vormpeil nu richting de Giro toe. Maar er wordt momenteel niet meer zoveel over gesproken. Het was een beetje talk of the town eh, toen hij de Tour Down Under won. Mm -hmm. uh, en hij heeft ook bewezen dat hij goed kan tijdrijden. Ja. Er wordt eigenlijk nu wel vrij weinig gezegd en gesproken en geschreven over UAE. Um, maar misschien staan die wel mee Almere op het podium. Die hebben daar ook nog een Formulo rijden. Dus uh, die hebben ook wel een sterke ploeg. Ja, zeker. Ja, er zijn nog veel goede ploegen. Hè. We hebben nog Bora, laten we zeggen Bora UAI en INEOS, Ineos. Ja, die, ja. Er, die er meteen achter staan. Ik en... ben vooral ah. benieuwd naar INEOS. Ja. Heel sterk in de breedte. Um, toch kopman die in het verleden veel bewezen hebben. Um, en ik ben heel blij dat Laurens en, en dat Lawrence de Plus terug ja. uh, in een, een grote ronde gaat rijden. Heb jij soms contact met Lawrence de Plus? Nee. Ja. Oké. Okay. Nee. Maar, okay. maar, ja, heel lang ziek geweest. Hè. In, in, toen hij in 2016 in peloton kwam, was hij toen ook ja, 20 jaar. Er ja. uh, werd hem een hele grote toekomst voorspeld. Hij uh, was op een bepaald moment echt klaar om meesterknecht in het hoge bergen te zijn voor Roglic uh, bij Jumbo. En dan spijtig genoeg door uh, maagproblemen, allerlei ja. problemen, een beetje weggeraakt En nu toch. Is terug. Al vier jaar geleden, hè? Okay. Okay. Dat was echt. Zot, Jongens, om een toog te houden, Laurence de Plus, Mathieu, Richard Tello en Ben Healy, J Vine. Daar geloven we gewoon nog in. Ja. Uh, ik ga heel snel moeten gaan, want we zitten eigenlijk al over onze tijd, maar er is nog een rechtzetting voor ah, ja. Dirk van IJverseel, want we hebben vorige week geen winnaar aangeduid van de prono. Van um, jullie prono, hè? Voor, Allee, van onze uh, prono. Voor onze prono. Ja, ja, ja. Uh, dat was de prono van Luik Bastenaake Luik, en daar heeft Dirk terecht Remco. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk dat je die hebt gewonnen. Die dat komt ja, uh, bovendrijven. Het is weinig gegeven. Gefeliciteerd. Uh, trouwens, Yves Lampaard, die wist ook dat het Remco ging worden. We hebben nog een giveaway. Dat is er eentje uh, voor. Kok 79nl. Dat is de, uh, de naam op Instagram. een Nederlander. Wie heeft die gewonnen? Ja. Dat is een Nederlander. Ah, ja. Wacht even Jap. Dat is een Nederlander die een week in België was en die heeft ons gezien op tv. Zei hij en die zei: Wauw vast plat op tv. Super. En die luistert altijd in Nederland. Uh, of dat zegt hij toch tenminste, want uh, die wou graag het uh, truitje van Ties winnen. Gefeliciteerd. Kok. Stuur gewoon de gegevens naar, uh, de, of via DM naar het Instagram-account van Valspad. als Valspad Podcast. En we hebben een nieuwe giveaway. Uh, ja, het zit in mijn rugzak. Ah, ah, voilà. Zalig. Uh, ja, misschien moeten we hem nog even nemen en dan tonen we hem. Ja. Het is uh. eigenlijk hetzelfde als we dat doen. Ah, voilà. Uh, dat uh, uh, voilà, is das das nog beter. Dat is nog beter. Een sprintpak. Ah, oké. Okay. Ah, cool. Zalig. En dat is ook een een, een sprintpak, een volledig pak waar ik een aantekening op zet. Ah, voilà. Oké. Okay. De naam staat op het, op het etiket en al, dus. Het is zeker van mij. Het is zalig. Zalig. Er is geen koers in gewonnen. <laughs> uh, het zit nog in de plastic. Ah, ja, okay. Ze <laughs> mogen het nog <laughs> aandoen als ze willen. Ja, oké. Okay. Okay. Kijk goed. Bedankt daarvoor voor uh, uh, uw aanwezigheid, Thomas Agent. Super, uh, super dat je erbij was. Het was, uh, het was heel fijn om. Alle inzichten te horen uh, en uh, ja, veel succes nog. Wat zijn de volgende doelen voor jou? Um, een goede vraag. Ik probeer me klaar te stomen voor de Tour de France. Uh, zekerheid van een selectie heb ik nog niet. Maar omdat ik nu net in een blessure zat en pas terug ben, moet alles nog een beetje ingevuld worden van planning. Hmm. Dus uh, hopelijk is dat Dauphiné, uh, Boucle de La Magne, Ronde van Hongarije, dat dat mijn volgende programma wordt. Oké, okay. we kijken uit naar uh, de volgende ontsnapping. Merci, Thomas de Gent, uh, Dirk en Japje, jullie mogen ook ontsnappen. Uh, <laughs> en bedankt om erbij te zijn. Yep. Dank je.